Een bos vol mensen. 3 dagen in het bos, popmuziek en hoge hekken. Liefde en vrede modewoorden en buiten naakte waarheid. 40 gulden voor vermaak. Iets meer dan tientje per dag, iets meer dan gulden per band. Gratis was goedkoper. Klimmen over hekken, kruipen over golfbaan, sluipen door tuinen en praten als brugman. Kleed was een eiland in de Mensenzee, voor het podium op gepaste afstand. Kleed met plaats voor meer, maar een basis voor 4, werd band voor het leven. 3 dagen in het bos en na Pink Floyd's laatste tonen, slechts schillen en lege dozen. Nog jaren later wist je, hey Kralingen. Eén is overleden, een ander verdwenen, maar nog steeds zeggen we, hey Kralingen. Ik sta hier op heilige grond, want exact 50 jaar geleden vond hier in het Kralingse Bos het legendarische Holland Pop Festival plaats. Het Europese antwoord op het Amerikaanse Woodstock Festival dat een jaar eerder werd gehouden. Het Holland Pop Festival was een mijlpaal in de Nederlandse geschiedenis. Straks spreken we met de 2 organisatoren, maar eerst blikken we terug op ontmoetingen die ik had met mensen die het Holland Pop Festival van heel dichtbij hebben meegemaakt. Daar hebben we hem. Wij mogen niet omhelzen, hè? Dat mag niet. Nee, we mogen meer. Niet omhelzen. Zo. Nou, Lage 5 dan. Tom, die maakt de foto's en beeldmateriaal van het festival. En John, die heeft dit prachtige monument gemaakt. Hallo heren. Hey. Hoe gaat het? De Rotterdamse dichteres Jana Berenova heeft een bijzondere band met het Holland Pop Festival. Gevlucht uit Tsjechië droeg ze gedichten voor over de oorlog tijdens het festival. Jana. Sander. Hoe is het? Lekker. Dan geef me een elleboog, hè? We mogen geen handen schudden. Ik was 15, dat is ongeveer zo. Wauw. Dat is een meisje, zie je? Nog geen baardgroei, lang haar. Ja, wat een mooi portret, man. Het was ook nog langer soms, een beetje op Wally Tax lengte, hè? Typisch jaren 70. Ja, maar zo zag ik eruit. Jij bent echt een beetje een hippie hier. Was jij een hippie? Nee, maar ik deed er wel in mee. Ik ging natuurlijk naar Kralingen. Ja, dat zag er fantastisch uit, van die prachtige weilanden, molens herinner ik me, ja. Die prachtige plassen. En in een paar uur tijd was het vergeven van de slaapzakken, met allemaal van die vage, veel vage mensen. Heel veel vage mensen. ik keek mijn ogen uit in de mengeling van bewondering natuurlijk, de muziek vond ik geweldig, ja. Maar ook van zekere angst. Waarom angst? Nou, omdat ik ging met mijn oudste broer, een oudere broer mee. En ja, ik had natuurlijk nooit vrouwen gezien die met blote tieten stonden te dansen. Nee. En ik had ook nooit gesproken met mensen die heel vaag lulden. Want het... Die zaten natuurlijk allemaal onder de bloot. Nou, er werd enorm gebloot. Volgens mij deed de politie daar niks aan. Iedereen was stoned. Ik heb ook zitten blowen toen op mijn 15e. Dat wil ik best toegeven. Daar heb ik nog een paar jaartjes af en toe volgehouden, moet ik je eerlijk zeggen. Nu al lang niet meer. Maar het was de tijd dat er ontzettend vaag geluld werd. Heb jij enig idee hoe dat klonk? Nou, ik ben reuze benieuwd. Laat ze horen. Gaat het goed allemaal, ja? Zie je wel, gewoon te gek. Te gek zoals jullie daar lopen, joh. Weet je? Weet je, ja, zo. Ja, zo ging ze, ja, ze zo, too mad. Zo was helemaal in. Ja, weet je, ik hou eigenlijk helemaal niet van Country Joe and the Fish, maar van dit optreden, ja, ik weet niet. Ja, toch wel, ja, ik weet dat. Kijk, ik ben natuurlijk wel uit Tsjechië. En ik was natuurlijk wel 1 generatie ouder dan al die jeugdige studenten in het Maagdenhuis en in Parijs. Ja. La vie est in Parijs. Dus ik had natuurlijk niet die stemming van vrijheid, want Tsjechië was op dat moment juist onder de voet gelopen door de Russen. Ja. Praagse lente, eenden in de kiem gesmoord. Ja. Jan Pallach die zich in 1969 dus in brand stak. Dus ik maakte een programma over oorlog, tegen de oorlog, gedichten. Over oorlog. Dat lijkt me heel raar, want iedereen was hier natuurlijk in een euforische stemming. Ja, nou, ik wist ook niet wat ik meemaakte. Ik zat op een bepaald moment gewoon dus gedichten over oorlog te declameren en liepen daar vrouwen met blote tieten rond. Ja. Wat ik dus geweldig vind hoor, helemaal geen kritiek of zo, maar het kon eigenlijk niet. Maar het kon wel. Ik kan me herinneren dat zelfs kinderen op me bleven staan te luisteren, want dat was natuurlijk heel iets anders. De muziek was natuurlijk op grote podia. Met heel veel instrumenten. Ja. En hier stond dus dan 1 of soms met een vriendin, 2 mensen gewoon ja, wat teksten te declameren. Maar het gekke is dat dat natuurlijk wel erbij kwam.
bij de andere mensen. Want die waren natuurlijk in feite ook, die vierden vrijheid. Dus tegen de oorlog. Ja. Maar ik nam het natuurlijk heel erg letterlijk. Hoe uniek was het festival? Ja, uniek. Als iets voor de eerste keer is gebeurd hier in zo'n park, in zo'n prachtige omgeving, dan is het niet te vergelijken met iets anders. Hè? Ja, maar het was natuurlijk voor Nederland, was het wel uniek wat er gebeurde. Vrouwen in blote borsten, er werd gebloot, alles kon, de vrijheid was er. Ja, kijk, het is natuurlijk, je moet het in de tijd zien. Wij, de generatie daarvoor, die had de oorlog meegemaakt, met alle beperkingen. En die nieuwe generatie, die waren dus, als ze vlak na de oorlog geboren waren, dan waren ze 25. Dus alles wat daartussen zat, ja, dat had eigenlijk geen vervelende dingen meegemaakt. Ze zagen het steeds beter worden. Ja. En daardoor namen ze het ook waar. Hè? Ja. Ze gingen los. Ze gingen los, ja, ja. Dat klopt. Ja. Ja. En die ouders die waren er niet bij. Dus het maakte het helemaal makkelijk. Ja. Hoe oud was u toen? Ik was toen 41. Waren er meer kinderen van jouw leeftijd? Ja, en ook wel veel jonger. Er waren heel veel hele gezinnen, maar ook van die hippie gezinnen. Weet je, waarvan je je afvroeg, zouden die kinderen wel dezelfde sokjes aan hebben of verschillende? Weet je, het was een beetje een vrijgevochten tijd. Ik had ook wat te doen soms met die, dat je vader, mijn vader was een traditionele man natuurlijk. Maar daar had je vaders met van zulke bosse haar en moeders met blote borsten en dan die kindjes. Ik zat echt naar een speelfilm te kijken. Dit heeft me echt wel beïnvloed ook. Dat realiseerde ik me nooit, maar dat realiseerde ik me toen jij mij belde van zullen we het er nog eens over hebben. Niet bang zijn voor een nieuwe wereld, dat is het eigenlijk. Dus ja, ik heb natuurlijk altijd veel gereisd en zo in mijn journalistieke leven en veel oorlogsgebieden. En dit is natuurlijk onvergelijkbaar, maar je stapt wel in een wereld waarvan je denkt, wat is dit? En na 3 dagen heb je deel uitgemaakt van een speelfilm waar je ook niet meer helemaal uit kunt vertrekken. En die muziek, ja. Die muziek. Die blijft. Hoe oud was jij? Ik was in het weekend 16, 2 dagen. En op zondag werd ik 17. Wauw. En van mijn ouders had ik geld gekregen voor het kaartje. Dus jij hebt eigenlijk je verjaardag gevierd op het festival. Hoe was dat? Ja, dat is een bijzondere gebeurtenis dan. Ja. Hoe kijk jij terug op het festival? Ja, het is 50 jaar geleden, dus ja, het is... Ik denk dat het, nou, om te zeggen, een vormende gebeurtenis, wil ik nou weer niet zeggen, maar het is wel iets wat je voor het eerst meemaakt in deze staat. Ja. Ik was HAVO-scholier, ik zat hier op de Mecklenburglaan, dus ook in Kralingen. En wij merkten eigenlijk dat je vanaf 1967 een soort andere tijdsgeest kreeg. Het begon eigenlijk in 1967 met popfestivals in Monterey. Amerika. En daarna kreeg je in Engeland Isle of Wight, 68, 69, 70, in 1969 Woodstock. Dus die beweging, die was al gaande. Dus het was niet alleen hier eigenlijk. En of dan je leven veranderd heeft, de tijdgeest vanaf, laat maar zeggen, mijn vormende jaren van 14 tot, laat maar zeggen, tot ik op mezelf ging wonen, hè, dat je volwassen wordt, dat waren die jaren eigenlijk. Wat zijn uw mooiste herinneringen aan het festival? Nou, het zicht buiten gaan, dat waren de mooiste dingen voor die lui die zich er buiten gingen natuurlijk. Maar voor mij was het visueel en om dat in beeld te brengen, natuurlijk heel dynamisch. Als zo'n kerel, want ik weet niet of je dat filmpje van mij wel eens gezien hebt. Ja. Dat die kerel helemaal buiten zichzelf komt. En als een gek wordt af... Hij wordt gewoon helemaal de kluts kwijt. Wordt weggevoerd. Hoe reageren mensen op je gedichten? Nou, luisterend. Echt luisterend, tot mijn verbazing. Maar ik vond het wel leuk. Ik geloof dat ik ook later met een paar mensen in gesprek kwam en zo. Ja,
Het was een hele aparte sfeer. Niemand trok zich iets van de ander aan, terwijl het toch gewoon een samen zijn was. Het is heel typisch. Mensen waren niet egoïstisch, ze trokken zich niets van jouw mening aan, maar ze waren allemaal samen. En ja, die verbroedering die is natuurlijk wel, die was erg voelbaar. En wat deed het met jou als je op het podium stond? Die sfeer? Nou, als je op het podium staat, normaal gesproken, dan probeer je natuurlijk gewoon datgene wat je brengt zo goed mogelijk over te laten komen. Ja, en ja, of de mensen half bloot waren of niet, maakte mij natuurlijk niet uit. Ik denk gewoon dat ik het op dat moment ook niet eens zag. Ik zag het daarvoor en daarna. Maar als je bezig bent, dan ben je gewoon bezig met een tekst om daar iets mee te doen. Dus... Maar het was een hele, hele bizarre ervaring, hoor. Ik weet dat ik het echt heel erg leuk vond. Maar het was ook wat. Je stond tussen Santana, Pink Floyd, Jefferson Airplane. En er stond Jana Berenova gedichten voor te dragen. Niet op hetzelfde podium, hoor. Nee, maar wel op hetzelfde terrein. Wel op hetzelfde terrein. Oké, dat vond ik ook heel bizar. Maar ik bedoel, er is geen vergelijk mogelijk, hoor. Maar hoe voelde dat? Nou, voor mij was het wel belangrijk, laat ik het zo zeggen. Ja? Ja. Waarom was het zo belangrijk? Nou, misschien omdat je ook leert... In elke situatie, datgene wat je wil over laten komen, dat te doen. Mm-hmm. En dit was natuurlijk voor mij een ervaring van een heel vreemde euforie, die ik geweldig vond. En dan de ervaring van, je moet, ook al zijn ze niet stil, ze moeten luisteren. Dat vond ik juist ontzettend leuk. Dat is het enige wat ik me echt goed kan herinneren. Dat bij sommige van die gedichten mensen meededen. Ja. Dus want ze waren, nee, maar ze vonden het natuurlijk ook heerlijk om iets te doen te hebben. Het focus wordt bijna altijd gelegd op seks en drugs. Maar in wezen was dat een onderdeel, maar niet. Het was niet zo uitge. Ja, het wordt nu eigenlijk groter gemaakt dan het toen was. Als je naar foto's kijkt, ik heb ook meegewerkt aan een boek over het popfestival. En ik heb van veel fotografen de foto's gezien. Nou, af en toe kom je bijna altijd de twee, driezelfde meisjes tegen die met hun blote borsten in het publiek staan. Er liepen niet zoveel vrouwen met blote borsten? Absoluut niet. Als ik je foto's laat zien, kan je foto's laten zien. Maar de meeste mensen zaten gewoon met hun kleren aan. En het was ook niet altijd even warm. Het was ook gezien vanuit, kijk, we hebben vandaag een zonnige dag. Het weer was toen ook verschillend. Hey John, jij hebt dit prachtige monument mogen maken. Klopt, hoe is dat? 16 jaar geleden dacht ik bij mezelf, er is eigenlijk niets wat herinnert dat hier in 1970 die bijzondere gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Zo'n legendarisch festival heeft plaatsgevonden. Dus ik dacht van, er moet op deze plek iets komen, waardoor die mensen die hier eigenlijk langslopen, dan weten wat er heeft plaatsgevonden. Dat heeft dan nog 8 jaar geduurd en ik ben blij dat het uiteindelijk gekomen is. Of heb ik dan jaren voor moeten strijden? Ja, het is ook niet zo dat je er dagelijks dan weer mee bezig bent. Hè? Ik heb hier bij me een oude platenspeler. Mm-hmm. Ja. En jazeker. En de plaatjes van de artiesten die toen optraden. Kijk eens. Oh. Welke plaat heb je gekozen? Ik heb gekozen voor een niet zo bekende band, It's a Beautiful Day. En ik heb mijn naam gekozen omdat de naam van de band zo mooi is. It's a beautiful day. Je kan ook zeggen, three beautiful days. Maar daar slaat het een beetje op. En het nummer White Bird is ook een mooi nummer. Hey. Voetjes van de vloer, jongens. Ja. Nou, we gaan geen gekke dingen doen. dat hebben we niet afgesproken. Hoe oud was jij toen je vluchtte uit Tsjechië? 15. En hoe heb je dat ervaren, die vlucht? Ja, die vlucht is natuurlijk wel voor een kind spannend. Ik was natuurlijk schoolgaand meisje. Werd ineens meegenomen, zonder goede dag te kunnen zeggen. Dat ging heel plotseling inderdaad wel. Dus het was eigenlijk gewoon spannend. We liepen over de bergen, een dag en een nacht en een dag. We kwamen dus in Beieren, in een Beiers dorpje terecht, naar het politiebureau. Die melden als vluchteling. Nou ja, en dan gaat de hele circus beginnen dan. We hebben natuurlijk ook in een vluchtelingenkamp gezeten, heel lang. Ja. En hoe kwam jij dan als dichteres
op dit prachtige festival terecht? Nou, omdat ik via Studenten Cabaret, ik heb 3 maanden gespeeld in de Studenten Cabaret in Amsterdam. Ja. Toen ben ik dus, toen ik afgestudeerd was, heb ik natuurlijk een goede baan genomen. Want dat moest ik eigenlijk voor mijn ouders, want mijn vader kon zich natuurlijk ook niet allemaal gemakkelijker dan hier. Dus ik moest een goede baan hebben. En ik heb in mijn vrije tijd steeds inderdaad wat theaterprogramma's gemaakt, omdat dat gewoon mijn liefde was. En in 1975, dus 5 jaar na het festival, heb ik ook mijn baan opgezegd en ben ik gewoon doorgegaan met literatuur en met ook een beetje theater en zo. Dus toen heb je hard gevolgd? Dan heb ik precies. Dit was eigenlijk, zou ik misschien kunnen zeggen dat met het popfestival in Kralingen het begin was, dat ik daar begon eigenlijk te denken van ik moet eigenlijk andere richting kiezen. Want ik had geen keuze om te beginnen. Ja. Ik moest dingen doen die praktisch waren. Dus het popfestival Holland? Eigenlijk hebben ze me een duwtje gegeven. Hey Fons, kijk eens wat ik heb neergezet. Ik ben er zo blij mee, Sander. Dat is een picknickkleed? Juist! Ja. En een pick-up met cd'tjes. Nou, dat, ik moet zeggen, dat is wel uit mijn tijd hoor, dit. Hoppatee. Dan past die tekening wel bij. Dit is toch helemaal hippie, ja, of niet? Ja, dit is helemaal... zulk behang hadden wij geloof ik zo ongeveer. Ja. Hey, wat voor herinneringen heb je nog meer aan het festival? Nou, ik geloof dat ik 's morgens wakker werd met Santana. Dat is ook niet zo gek, hè? Dat is niet verkeerd, hè? Ja, als ik me niet in het tijdstip vergis, maar in mij staat bij dat ik wakker werd met Santana. Ik weet nog, er trad een groep op, dat was De Flok. Dat was de eerste popgroep met een violist. Waanzinnig. Ja. Ik herinner mij... The Birds. Geweldig. Magisch. Magisch. Meegemaakt. Magisch. Het was wel vrij duur om binnen te komen. Nou, ik geloof niet dat er iemand betaald heeft. Heb je dat niet betaald? Nee, ik denk het niet. Ik geloof dat bijna niemand betaald heeft. Nee. Ik geloof ook niet dat ze rekening hadden gehouden met de komst van 100.000 mannen. Hoeveel was het? Ja. Ze hebben echt dachten, we gaan een leuk dingetje organiseren. Weliswaar met een geweldige muziekbende. Maar wij hebben zeker niet betaald. Dus ik denk dat het voor die organisatoren ook wel een fikse tegenvaller was. Dat is het, ze zijn er failliet op gegaan. Echt waar? Ja. Maar goed, je kunt ook met een faillissement nog een mooie herinnering hebben, denk ik. Want ze hebben wel geschiedenis geschreven. Inmiddels bedoel, voor de coronatijd, elk weekend heb je wel een festival. Je moet eens proberen om niet naar een festival te gaan in een weekend. En dit was de primeur van Nederland, in Rotterdam. Door iemand die gewoon, of een paar mensen denk ik, die iets heel bijzonders bedacht hebben. En zich ook vergisten in wat dat voor een massa mensen zou gaan betekenen. Ja. Dus mooi. Als ze daar 8 ton op min hebben gelopen, maakt niet uit. Hoeveel? 8 ton. Verlies? Ja. Dat is best veel. Hey, je ziet wat ik heb meegenomen, hè? Een platenspeler met bijna alle plaatjes die toen gedraaid zijn op het festival. Echt waar? Wat was jouw favoriet? Mijn favoriet was Jefferson Airplane. En die hadden een zangeres, alleen al daarom was Grace Slick heette zij. Ja, en zij zong White Rabbit, als je het hoort herken je het onmiddellijk. Ze had een beetje een Mariska Veres-achtige stem. Ja. En dat nummer was magisch. En ook, mijn herinnering aan Grace Slick is dat ze daar in een doorschijnende jurk stond. Dus dat je de spanning van dat lijf ook voelde, weet je wel. Ik zat vrij vooraan. Dus White Rabbit is een beroemd nummer van Jefferson Airplane. Dat is mijn favoriete nummer geweest daar. Dit is ook even spannend. Wat een mooi ding, hè. Ja, dit is fantastisch. Dan gaat hij zo open. Hop. Zo, wat leuk. Ja, dit is een ouwtje, hè? Dit is echt een ouwtje. Nou, doet hij het ook? Ja. Of is dit allemaal fake? Nee. Televisie is toch allemaal make-believe? Bijna allemaal. Oh. Maar dit is echt. Nou, ik moet je heel eerlijk zeggen. Country Joe and the Fish. Geweldig. En wat denk Mango Jerry in the Summertime. Ja. En dan gooiden we allemaal met bordjes in de lucht. Dat weet ik nog. We hadden van die plastic bordjes om te eten. En dat is een heel vrolijk nummer natuurlijk, hè? Ja. Dus iedereen ging met die plastic bordjes in de summertime. Dus 100.000 van die bordjes. Ja, dat was echt een onvergetelijk moment. Pink Floyd, geweldig. Ja. Focus ook goed hoor, Nederlandse groep hè. Ja. Thijs van Leer, Jan Akkerman. Jan Akkerman. Joe. De top. Ja, zeker. Super Sister, ook Nederlands. Ja. In de summertime. Hier. Hop. Daar gaan we. Ja. In the summertime when the living is fine.
In the summertime you've got women on your mind. Ja, dat klopt wel, hè? Waar zingt hij? Okay. Met hoeveel meisjes heb jij gezoend tijdens het festival? Nou, dat was 4, 5, denk ik wel. Nou ja, 4, 5? Ja. Dat was 3 dagen. We always happy. Ik heb hem ook 50 jaar niet meer gehoord, hoor. Nee. Ik heb ook niet zo'n pick-up. Schitterend. Het jubeljaar 1970. Toen het seizoen met de zee van Europa Cup werd geschreven, gingen we met z'n allen naar de Coolsingel voor de balkonscène van Koning Voetbal. Toen het jaar met de zee van communicatie werd geschreven, zweefden dagjes mensen en toeristen in een stoeltjeslift boven de straten en de pleinen van de city. Toen de zomer met de K van Kralingen werd geschreven, togen we naar het bos voor de vergadering van nimfen en saters die dansten en zongen dat de zon zou komen. En toen begon het te regenen. Hoe kom je erbij om zomaar een popfestival te organiseren? Dat mag misschien de laatste jaren heel gewoon zijn. In 1970 lag dat net even anders. George Knapp en Barry Visser deden het. Maar wat is hun verhaal? En hoe haalden zij wereldsterren als Santana, Pink Floyd en The Birds naar Rotterdam? DJ Okkie Vijfwinkel spreekt met ze in Galerie Kralingen. Deze expositie is eigenlijk in de loop van de jaren ontstaan, het materiaal althans, omdat wij, en speciaal ik, het archief bewaard heeft wat er van overbleef in al die jaren en bij elkaar heb gefrommeld tot een archief van het Holland Pop Festival. En dat hebben we in de loop van de jaren wel eens een keer een expositie, niet alleen hier, maar ook in de musea gedaan, maar dat wat, niet alles, maar dit proberen we in ieder geval nu zoveel mogelijk hier in de ruimte te krijgen. Niet alleen deze ruimte, maar de rest van de zalen. Om zo groot mogelijk indruk te krijgen. Wat heeft het allemaal teweeg gebracht? Hoe zat het organisatorisch? Hoe zat het de film? Hoe is dat gelopen? Noem maar op, een heleboel dingen. En dat kun je hier min of meer wel zien. Op diverse wanden. En dus bij elke wand kun je wel een verhaal vertellen. Een heel lang verhaal. Doe je dat ook? Ben je ook gids bij tijdens de middag? Als mensen wat gaan vragen, dan begin ik te vertellen. Maar dan moet ik wel oppassen, want ik ben tamelijk uitvoerig. En daar moet ik mee oppassen. Omstandigheden waren natuurlijk stukken beter dan in Woodstock. Voorziening, dat bedoel ik eigenlijk. Water, gebrek in Woodstock. Hier was alles eigenlijk. Hè. De medische dienst was hier aanwezig. Het drukteam was hier aanwezig. We hadden overigens dat leerde Barry pas kennen, 3,5 maand voordat het festival. En we hadden nog niks hoor, op dat moment. Toen ik Barry leerde kennen, hadden we beide niks. We speelden alleen een beetje bluffpoker tegenover elkaar. Maar het punt was, er was nog niets. En in 3,5 maand is zo'n festival van uit de grond gestampt. Ik snap het niet hoor. Ik bedoel, als je nu met de regelgeving zit, dan ben je 7,5 jaar bezig. Ja, dan ben je 7,5 jaar. Dan, inderdaad, dus zo lang ben je bezig. Ja. En jeugdige overmoed? Absoluut. Ik denk maar het wel, zeker. Maar wel, ja, overmoed. Maar ook wel bezetenheid, doortastendheid. En natuurlijk geholpen door het toeval. Ik zat in Delft. En ik had mede geïnspireerd op Woodstock was het daar het snode plan om zoiets in Nederland te gaan doen. En dat
dat programmering, dat ging voorspoedig. Ik had mijn contact in Engeland, maar het vinden van het terrein. We hebben overal gezocht waar we eigenlijk niet moesten zoeken, totdat deze meneer aanbelde op de Voorstraat. En ja, jouw verschijning onthutste mij. Pak en das. Pak en das, ik denk dat is dit in godsnaam. Maar dat is een bijtertje. Dus uiteindelijk zijn wij naar Rotterdam gereden. Ja. En toen heb je me eerst een bouwput bij de Brienenoord. Ja, dat was een voorstel van de wethouder van jeugdzaken hier. Van, ik weet wel wat, ik had natuurlijk wel voorgesprekken gehad met de gemeente. Voordat ik Berk leerde kennen. En die vond het een goede plek om ergens in... er is een bouwput van de metro, waar de segmenten werden gebouwd. En dat is op Brienenoord-eiland en dat was een grote put. En dat liep vrij hoog natuurlijk, vanwege aan de Maaskant. En die zei, ik weet een goede plek als jullie daar gaan houden. En die man had helemaal geen idee. Maar jij vond het toch ook geen goed idee daar? Nee, helemaal niet. Nee, ik bedoel, je gaat niet in een bouwput een popconcert houden. Om de jongeren in die bouwput te stoppen, zo, ja. Dat is ook makkelijk. Ja, in de, ja, de anekdote is nog altijd, ik weet het. Het is wel een leuk verhaal. Ja, letterlijk weet ik niet, maar hij zei toen, dan moet je je voorstellen, ze was dan de reactie ook op alles wat langharig werkschuw tuig was. Hè, weet je wel, zo werkt dat dan. Die zei toen, nou, als ze een beetje verhit raken door de muziek, dan nemen we een brandspuit en dan koelen we ze zo af. Toen heeft hij me verder gereden naar het Kralingse Bos. Ja. En daar ben ik uitgestapt. En ja, ik was, denk ik, verbijsterd. Ik heb je, geloof ik, nog even... Ja, je hebt me lang laten wachten. Ik heb je lang laten wachten, maar ja. Ik was... Ja, vandaag zijn we weer even wezen kijken. Okay. Ik zeg maar, die bomen daar zijn in die 50 jaar volgens mij 20 meter verder de hemel ingegroeid. Ja. Maar dat park, ook vandaag, en zeker met dit weer, dat was, ja, het was onvoorstelbaar. En ja... Dat is ook, denk ik, een van de redenen dat het echt zo'n legendarisch gebeuren is geworden. Die plek met dat meer. Jouw verhaal, de achtergrond, hoe jij kwam tot de ontmoeting met Berry en het organiseren van het festival. Jij was jonger. Jij zat in de culturele wereld al. Jij was al bezig met, als ik het goed heb, theater of hoe noemde je dat, theater? Of, Nou, mooier theater. Maar dat was de kleinkunst. Ik begonnen met het Mojo Cabaret. Okay. Ik schreef daar de teksten voor en ik speelde piano. En we traden gewoon op in Nederland met wisselend succes. En toen begonnen we met dat cabaretgroepje, zijn we een theatertje begonnen aan de Verversdijk in Delft. En dat was kleinkunst. Die theatervoorstellingen, die waren niet winstgevend, om het maar voorzichtig uit te drukken. En toen heb ik een behangetje gekocht en een paar luifels bij de HEMA. En in hetzelfde pand mocht op de zaterdagavond een disco beginnen. En dat zat binnen de eerste discotheek van Delft. Eerste discotheek van Delft. Allereerste discotheek. Ja. En binnen 2 weken zat het ramvol. Maar daar werd popmuziek gedraaid. En dat was ook een van de... Ja, daar kwam ik hoorde ik voor het eerst Stevie Winwood, Traffic, Vanilla Fudge, Tim Buckley, dat soort groepen. En ja, dat heeft het proces van mij van kleinkunst naar pop, in versnelling gebracht. Oké. Okay. Toen kwam Palaket, ja, ook in die, ik kan geen, ik kan niet precies de jaartallen en de data's noemen. Palaket op een gegeven moment, Jefferson Airplane en The Doors, een van mijn favorites, georganiseerd in het concertgebouw, dubbel concert. En natuurlijk ben ik daarheen gegaan en ik zat daar en ik, trouwens, ja, dat weet iedereen, die Doors hebben opgetreden zonder de ziel. Jim Morrison, die was in elkaar gedonderd. Waarschijnlijk omdat hij in die middag daarvoor iets te veel geestesverruimende middelen tot zich had genomen. Dat was toen al Amsterdam. Dat was Amsterdam. Dus ik zat daar in dat concertgebouw. Jefferson Airplane trad op. Dat weet ik nog wel heel goed. Jim kwam rechts die rode trap af en die stormde weer terug. En kort erop, naar verluid, is hij onwel geworden en afgevoerd naar het ziekenhuis. Dus ik zat daar te kijken naar de pauze, naar de Doors, zonder Jim. Dus dat is eigenlijk, dat kan eigenlijk niet. Maar goed, dat heeft mij
mede getriggerd. Ik dacht, wauw, leuk, dat zoiets zou ik ook wel willen. Dus ik ben op de boot gestapt naar Engeland. Ik had een adres in Mayfair. Ik ben binnengestapt daar in boekingsbureau. Ik had een bill, Traffic and Spooky Toot. Ik ging terug naar Nederland, concertgebouw, meneer Reusner. Ik bel daar aan, de directeur die doet open. Ik kwam er niet in. Ja, ik begrijp dat wel achteraf. Wie is Barry Visser en wat ziet hij eruit en bla bla bla. En toen, een tijdje daarna, mocht ik Judy Felix doen in de kleine zaal. Daar zaten toch een paar honderd man en dat ging keurig. En daarna kwam ik weer terug en toen zei ik, nou, geef me nou maar de grote zaal. Ik heb Jazz Rotel, Soft Machine. En dat, nou ja, dat is eigenlijk, wordt gezien als het begin van Mojo Concerts. En dan praten we over september 69. Oké, okay. En dat was dus, het Concertgebouw in Amsterdam? Concertgebouw Amsterdam, ja. En je stapte een vrij groot impresariaat in Engeland binnen. NEMS Enterprises, ja. Ja, dat vond je geen probleem om nou ja, ik mocht naar binnen en kennelijk vertrouwden ze het redelijk. En in datzelfde bureau te begaan nog ons als Steve O'Rourke, de manager van de Pink Floyd. En nou ja, zo is de programmering een beetje gaan rollen voor Kralingen. Dus de contacten, ik had daar goede contacten. Wow. Ik had ook contact met Frederick Bannister, die naam moeten we ook in ere houden. Staat daar op de contracten? Ja, die... Die deed het Bath Festival in Engeland. En samen met hem hebben we de Amerikaanse groepen gecontacteerd. Waarbij ik eigenlijk heb gezegd tegen Freddy, doe me een lol. Voor Nederland willen we graag de beurs. In die tijd de beurs, voor mij persoonlijk, maar ook voor alle popliefhebbers, was magie. Okay. En nou ja, zo is een beetje in een nutshell die programmering... tot stand gekomen. Okay. Ik denk dat er wel een ontwikkeling is geweest. Hè? Het kwam ook uit het buitenland naar voren toe. Hè? Amerika, Engeland. Dus daar begon... die sfeer begon al te komen. En dat kwam ook hier over. En dat was ja, het juiste moment, de juiste tijd. Dat we de debat aan geweest zijn. Ik denk dat het meegeholpen heeft. Zeker op het vasteland van Europa. Ja. Dat is van belang geweest. En... de wereld veranderd heeft, dat vind ik van hele grote woorden. Ah, de wereld in Nederland. In Nederland, dat denk ik niet. Vasteland van maar het is natuurlijk wel, het hele gebeuren, is het, ja, er is wel iets gebeurd. Wat die mensen die daar geweest zijn, ja. En als je dat leest, als je die verhalen leest, ja, dat is hun eigenlijk nog tot op de dag vandaag bijgebleven. Dus ze zijn daar echt in een 3 dagen lang ondergedompeld in een soort sprookje, ja. In een soort roes. Ik krijg nu dan toch ook mailtjes daarover. En ja, en dat heeft maar 3 dagen geduurd. En ja, tot op de dag van vandaag ja, wordt daarover gememoreerd. En, zeker. Dus de impact die is er zeker geweest. Zwik was de manager, die kende ik goed. Niet te snel wegdraaien. Ja. Laat het lopen. Stel je voor, hè? Dat is natuurlijk totaal niet aan de orde geweest. Hadden je, als het mogelijk was geweest, Beatles geboekt, budget nog even extra vrijgemaakt, nog een keer naar Coca-Cola gelopen? Nou, we hadden geen budget. Nee, Zappa wilde ook spelen. Zappa wilde zelf spelen? Ja, ja. Maar er was geen geld meer. Ik krijg nog de manager van Zappa aan de telefoon. Je zei tegen Berry, ja, Zappa, maar nee, dat ging niet door, hoor. Ging niet door. Geen rode cent. Ik ging niet voor de zoveelste keer naar Cola toe om geld te vragen. Het was al een beetje klaar. Je wou het niet eens vragen. Hm? Ik heb gevraagd, wil je het aan Smijs vragen? Ja, nee. Zo. Maar je wou het niet eens? Nee, ik doe het niet. Brug te ver. Ja. Er is geen onvertogen woord gevallen. Maar we hebben wel heel graag... Ik weet nog wel dat we overlegd hebben vooraf dat we... Zowel die Hells Angels als de Skinheads
niet hierheen wilde hebben, met de politie besproken. En ze hebben kennelijk Hells Angels teruggestuurd, maar dat weet ik niet of dat waar is, maar dat is me wel verteld. Als ze hier binnenkwamen bij Hoek van Holland met de boot, teruggaan. Jullie hadden mensen met een... We help you. Ja. Ik weet niet, is dat het buitenland? Nee, daar hadden ze niet die speciale steward. Nee, we hadden gewoon, die hadden geloof ik 1200, las ik. Ik las een heleboel. Daar staan een deel van voor groot gedeelte geronseld. Studenten uit Delft. Ja, Delft, ja. Maar natuurlijk zonder enige ervaring. Tegenwoordig, als je met de security, ja, die hebben, je kan niet zomaar security doen, want daar heb je een opleiding voor. Dus daar moet je een opleiding voor hebben. Ja, in die tijd was het gewoon een bijbaantje. Ja. Dus een gouden greep ook om zeg maar, dezelfde groep mensen dan soort van te laten begeleiden. Dus dan krijg je veel meer acceptatie. Ja. Toch? Dat is een aanname. Dat is heel zeker. Maar dat zat natuurlijk geen ervaring met mensen die over hekken klommen. En volgens mij vonden ze dat zelfs sympathiek. Ik denk, tuurlijk. Dus dat medestanders. In die zin had je er niet heel veel denk aan. Ik denk het grootste deel maar van de stewards in het veld ook lachen. Maar het zal sowieso wel heel goed geweest zijn voor de sfeer. We help you. Ja, prachtig. Prachtig, ja. We zijn heel verschillend van karakter, dat kun je rustig zeggen. We vliegen elkaar wel misschien wel eens een keertje voor de leut in de haren. Maar juist die tegenstander... Die stomp had je me net niet moeten geven. Die stomp had je me niet... Dat was nergens voor nodig geweest. Die stomp? Daar net te stompen. Ja. Zat ik je te stompen? Ja, dat was voor de opname. Oh, van even voor de opname. Ja, dat moet je niet meer ik bedoel, doen, maar het is wel, we zijn twee verschillende, totaal verschillende karakters. Ja. En kijk, ik zeg altijd, Barry is dan de theaterman. Even zo tussen neus en lippen gezegd. En ik ben gewoon de organisatieman. Ik bedoel, als ik met Dave, dat is wel heel sterk omlijnd, want ik bedoel, we hebben natuurlijk allebei van beide dingen kennis, maar het gaat erom... En allebei soms prettig gestoord. George Knapp en Barry Visser hebben geschiedenis geschreven. Het Holland Popfestival heeft 100.000 mensen in beweging gebracht en de schok die dat teweeg bracht is nog steeds voelbaar. Bedankt voor het kijken en peace, hè. Magische dagen. Over zacht water kwamen wij aangelopen en verder langs gelukzalige lanen. We lichten druk voor en raakten 3000 sextanten kwijt. Er was geen alcohol. Er waren 57.664 kwart liters yoghurt met sinaasappelsmaak. Zij die niets hadden, kregen van anderen. Er was een noodhospitaal voor blauw beslagen hemelverbeteraars. Een reddingsbrigade voor van het pad geraakte luchthandelaars. Er was 18.000 meter prikkeldraad en 1800 meter harmonica-gaas. Ja, het waren magische dagen. Toch was er minder omgang dan normaal werd geacht, minder naakt dan later werd gedacht.